Nico, dankjewel. Wat er voor mij overblijft is een beetje mixed feelings bijna. Sowieso, je hebt een missie. Dat voel ik aan mijn water. Dat jij een missie hebt. En dat gaat verder dan een verhaal vertellen. En wat voor mij die mixed feelings veroorzaakte was verhelderend. Ik heb opgeschreven, bevlogen, verhelderend en schokkend, alarmerend. En uiteindelijk schreef ik ook op: de holle weg biedt hoop. Nou, laten we het daar dan op houden. Nog even een kwinkslagje. Ik vond het wel heel openhartig dat jij je hersenen liet zien. Maar je hebt nu ook iets van de buitenkant laten zien. Ik had zelf een vraag en dan, want er zijn op de chat nog niet zoveel vragen binnen. Er is wel een hele mooie vraag, vind ik, van Jurjaan Achthoven. Daar ga ik zo even voor jou oplezen. Maar je had het uiteindelijk ook als deel van de oplossing een zelflerend systeem. Maar dan denk ik aan algoritme en zo. En dan denk ik ook aan kunstmatige intelligentie. En dan denk ik automatisch, ja, en heb ik er dan nog wel controle op en zo? Wat vind jij? Ja, je wilt dat ik nu antwoord geef, hè, voor de Graag. duidelijkheid. Ja. Ja. Kijk, inderdaad, algoritmen staan momenteel in een zeer kwaad daglicht. En terecht, omdat die gebruikt worden door organisaties zoals Facebook en Twitter en meer om ons stevig te manipuleren. Als ik in Google een zoekopdracht uitvoer, dan krijg ik antwoorden die passen bij wat ik aan het zoeken ben, omdat ze een profiel van mij hebben en daarop sturen. En dat neemt niet weg dat algoritmes in zijn algemeenheid een hele positieve functie hebben. Algoritmes gebruik je in de wiskunde als je formules toepast en in de natuurkunde. In feite is iedere formule die je toepast een algoritme. En vul getallen in en je krijgt dat en dat eruit. Ik wil expres juist dat er experimenten uitgevoerd worden in virtuele werelden. En niet in de echte wereld. Kijk, er zijn wel economische grootschalige experimenten geweest in de echte wereld. Dat wil zeggen, nou ja, bijvoorbeeld het communisme in de Sovjet-Unie is een voorbeeld van zo'n experiment dat dramatisch slecht is afgelopen. Dus je kunt niet grote economische experimenten in de echte wereld uitvoeren, omdat de kans zeer groot is dat dat enorme ellende gaat opleveren. Vandaar mijn pleidooi: doe dat in virtuele werelden, want dat doet in principe geen schade. Het kan best zijn dat je daar een systeem hebt waarin mensen rondlopen, echte mensen, plus wellicht denkbeeldige mensen ook, en die daar allerlei avonturen beleven of dingen doen of wat ook. En als dan dat systeem kapot blijkt te gaan omdat het onduurzaam is, ja, dan levert dat niet echt schade op. En dat kan dus vrijuit. Dus dat is wat mij voorstaat. En in de slothoofdstukken van het boek geef ik dat uitgebreid verder aan. Het gaat inderdaad om kunstmatige intelligentie, die leert en die je zodanig bewust als mensen aanstuurt, dat je als criteria neerzet van ja, het mag alleen maar evolueren in de richting van steeds duurzamere systemen. De tijd maakt het voor mij nu onmogelijk om dat allemaal in detail uit te leggen. Maar ik denk dat als je de slothoofdstukken leest, dat het allemaal glashelder wordt. Oké. Nico, vooralsnog, dankjewel. Ik zie toch wat vragen in de chat. En ik zie ook nog George Jonkers zijn hand opsteken, virtueel dan wel. Maar ik wil eerst toch met de vraag van, de opmerking bijna van Jurjaan Achthoven beginnen. En die zegt: als de economie als proto-wetenschap zo versplinterd is, waar baseer je dan de 7 algemene kenmerken op? Zijn dit overkoepelende kenmerken van alle economische scholen? Nee, Dat was wel. het zijn kenmerken van alle wetenschappen in het stadium waarin ze nog niet echt wetenschap zijn. Dus wat ik gedaan heb is kijken naar de geschiedenis van de wetenschap. Dat wil zeggen, de oudste wetenschap, liet ik net al zien, is de natuur- en sterrenkunde, die in de 17e eeuw een echte volwassen wetenschap werd. En waarom was die het eerste? Eigenlijk heel simpel. Ja, ik ben zelf natuurkundige, dus het is mijn vakgebied. En ik geef er meteen bij aan, dat is de oudste wetenschap, omdat het het makkelijkste vakgebied is. Want het bestuderen van eenvoudig wat dingen die balletjes, kanonskogels, was het favoriet onderwerp in die tijd.
planeten die als punten worden voorgesteld. Ja, de bewegingen daarvan bestuderen is kinderspel in vergelijking met het gedrag van bijvoorbeeld mensen of economische systemen. Dus gaandeweg zijn er diverse wetenschappen ontstaan. De natuurkunde ontstond uit filosofische systemen die daarvoor al een paar duizend jaar in ontwikkeling waren. Ruwweg 100 jaar later ontstond de scheikunde, daarna in de 19e eeuw de biologie en zo is dat verder gegaan. En al die verschillende wetenschappen hebben, voordat ze een echte wetenschap werden, een proto-wetenschappelijk stadium gekend. En door dus te kijken naar die verschillende ontwikkelingen kun je de kenmerken ontdekken van een wetenschap in zijn proto-fase, als die zeg maar nog niet geboren is. En door die kenmerken op een rijtje te zetten, heb ik kunnen constateren dat je die mooi kunt samenvatten in een zevental kenmerken, waarna ik dus als definitie van proto-wetenschap geef, dat is een vakgebied waarvoor die zeven kenmerken allemaal of grotendeels geldig zijn. En dan vervolgens, als ik dat heb, ga ik, dat is allemaal in de eerste helft van het boek, ga ik kijken van oké, laat ik nou eens dan de economie gaan bestuderen. Dan ga ik gewoon vervolgens dus die zeven kenmerken langs. En ik constateer dat de economie in hevige mate aan al die zeven kenmerken voldoet. Dat is waar het om gaat. Dankjewel Nico. Ik hoop een antwoord. Ik dacht van wel, hè, Juriaan, op jouw vraag. Ik heb nog een vraag van Han van Son. Hoe beïnvloeden we de twee niet-technologische elementen van de beruchte IPAD-equation, bevolkingsgroei en ieder streven naar meer, de zaakjes, materiële welvaart dan? Ja, ja, de IPAD-formule is inderdaad beroemd. Maar als ik die hier nu ga toelichten, dan loop ik het risico dat ik een hoop mensen verveel. Er is een vuistregel voor het schrijven van boeken en die geldt misschien ook voor presentaties. En die is dat iedere formule die je in een boek toevoegt, het publiek ongeveer halveert. Dus ik weet niet zeker of ik daar nu hierop in moet gaan. Dus Han, leuk je weer te ontmoeten. Misschien is het, ja, want dat is dan een van de mensen die ik wel uit mijn avansverleden ken, dat is mooi. Misschien is het beter om dat hier niet te doen, maar laten we dan elkaar apart een keer opzoeken, als je het niet erg vindt. Oké. Maar dat Han dat akkoord vindt, Han. Dan heb ik de volgende van Marjolein Verhoeven, een vraag. Een virtuele wereld is toch ook aan de hand van bepaalde vastgelegde wetmatigheden vormgegeven? Dat klopt ook. Ja. En als je dus, kijk wat we dan dus nodig hebben, zijn van die game developers die zo'n wereld kunnen maken. Inderdaad, het klopt. Wat ze dan doen is daar allerlei wetmatigheden inleggen. Maar als je het nou zo doet dat die wetmatigheden ook kunnen veranderen, dat kun je zo inprogrammeren, dan kun je dus die wetmatigheden inderdaad gaandeweg, terwijl mensen daarin rondlopen, spontaan laten veranderen. En in principe kan dat ongestuurd. Dat is zoals evolutie ook loopt. Hè? Mutaties die eigenlijk min of meer toevallig toeslaan. En dat levert in een aantal gevallen een economische omgeving op, of een oniconomische omgeving moet ik natuurlijk zeggen, die minder gunstig is dan de vorige. Nou, dan is het dus als het ware een falende mutatie. Maar het kan ook een wereld opleveren die net ietsje duurzamer is dan de vorige variant. En op die manier kun je dus via die mutaties in dat systeem de regels gaandeweg laten veranderen. En iedere keer als dan een volgende variant iets duurzamer is, hoe je dat dan berekent is een verhaal apart, dat staat in het boek al uitgelegd. Op die manier kun je dan gaandeweg stapje voor stapje een steeds duurzamer wereld construeren. En als je dat niet één keer doet, maar een heleboel keren, je kan voorverkenningen laten uitvoeren in computerprogramma's waarin niet echte mensen optreden, maar gewoon nagebootste mensen, want dan gaat het supersnel. Op die manier kun je dan dus een heleboel verkenningen uitvoeren, tal van experimenten, duizenden experimenten, met kleine variaties erin en gewoon nog eens een keer kijken. Als het toeval een rol speelt, levert het misschien de tweede keer wat anders op en de derde keer weer wat anders. En op die manier kun je dus door trial and error, zoals de evolutie ook in de biologie werkt, kun je duurzamere werelden ontdekken.
En ik denk dat het kan werken en dat het de moeite waard is om dat te proberen. Mooi, hoopvol. Corine had een vraag over hoe wij ons die virtuele wereld dan kunnen voorstellen. Ik neem aan dat er een beetje antwoord ook op jouw vraag is gegeven inmiddels, Corine. Klopt dat? Zet het maar aan hoor, Rimiek. Nou, ik zou nog wel iets meer beeld en gevoel willen krijgen. Snap ik. Ja. En ik weet niet of dat mogelijk is, toch? Nou, ik kan je niet een plaatje laten zien, maar ik kan er wel iets over vertellen. Ja, kijk, er zijn, ik noemde net al eventjes de afkorting MORG. Ik weet niet of je dat wat zegt. MMORPG. Dat is een Massively Multiplayer Online Roleplaying Game. Dat zijn dus spellen, en die bestaan al, alleen nog niet op de manier zoals ik het zou willen, met evoluerende spelregels, zal ik maar zeggen. Maar ze bestaan. En dat zijn dan spellen, die kun je gewoon kopen. Betaal je een paar tientjes via Steam, bijvoorbeeld, als je dat wat zegt. En dan kan je vervolgens die wereld ingaan. Ja, niet met je echte lijf, maar dan loopt dan als het ware je poppetje, je avatar. En dan kun je daar gaan rondlopen en allerlei avonturen beleven. En het aardige is dat in dat soort spellen kunnen dus tegelijkertijd wel 100.000 mensen rondlopen. Daar heb je natuurlijk een enorme computerkracht voor nodig. Maar het aardige is dat die gewoon door de speler zelf geleverd wordt, want die zit op een computer. Dus dan ontstaat een netwerk van computers. En zo kun je dus elke denkbeeldige wereld verzinnen die je maar leuk vindt. Dat kan heel groen zijn. Er kunnen draken lopen of kabouters. Of zo realistisch of onrealistisch als je zelf maar leuk vindt. Nou, dat is een beetje hoe het werkt. En ik heb het dan nu over een spel. Maar misschien dat zeker de ouderen onder ons, daar mag ik mezelf ook te rekenen, één of twee decennia geleden, dat ben ik een beetje vergeten, zich nog Second Life kunnen herinneren. Dat is niet zozeer een spel, maar wel een omgeving waarin je dan in gedachten kunt rondlopen. En dat is waar ik aan denk. Allerlei soorten virtuele omgevingen. Dankjewel, Nico. Er komen inmiddels veel meer vragen binnen. Ik weet niet hoeveel tijd je nog hebt. Want ja, ik heb onbeperkt tijd, maar ik weet niet hoe dat met andere mensen is. Weet je, ik zou blijven zitten, want het is natuurlijk uitermate boeiend allemaal wat hier gebeurt. Ondanks dat het op een plat beeldschermpje is, maar ik vind het geweldig. Steven van der Min, een collega, we focussen nu zo op terugdringen van CO2-uitstoot. Waarom richten we ons niet meer op O2-winning, oftewel zuurstof, bijvoorbeeld met algenvelden? Ja, dat is een heel ander soort vraag, maar kijk, zuurstof is helemaal geen gebrek aan, dat is geen probleem. De concentratie van zuurstof in de atmosfeer neemt helemaal niet af. Dat is nog steeds rond de 20% en in die zin kunnen we nog steeds net zo hard ademen als voorheen. Dus dat is geen issue. Het is de CO2 die het probleem is, want die veroorzaakt een broeikaseffect. Dat is gewoon een natuurkundig fenomeen dat natuurkundig gezien volstrekt begrepen is. En dat zorgt voor een temperatuurstijging, omdat hoe meer CO2, hoe minder de warmte van onze planeet, die we voortdurend van de zon ontvangen, kan weglekken. Zo simpel is het. Oké, Steven, ik ken jou als vrijdenker. Ik kan me voorstellen dat je zwaar in discussie wil nu, maar dat gaan we lekker niet doen. Pech gehad. Oké. Als je dat wilt, Steven, neem achteraf eens contact op, dan komt het wel. Gaat hij doen, dat weet ik zeker. Dat is goed. Oké, ik krijg nog een vraag over de link naar de website, of die nog gedeeld kan worden en of die ook op social media gebruikt kan worden. Nou, ik denk, Nico, dat is een goede reclame. Dus ik heb hem ook even niet, want ik heb jouw presentatie niet bij de hand nu. Even kijken of ik hem kan typen, maar ja. Dan moet je me even helpen. Waar moet ik dan op klikken om iets in te kunnen typen? Op de chat. Dus je ziet bovenin eerst de poppetjes, hè, een beetje rechts bovenin. Ah, daar heb ik hem. En daarnaast heb je de chat. Dat is ik heb hem gevonden. Dan ga ik even eerst dat zelf opzoeken, want dan kan ik dan maak ik geen fouten. Dan kan ik hem gewoon knippen en plakken. Hier heb ik hem. En dan. Want het is natuurlijk sowieso niet verkeerd om dit even te delen. Al is het alleen maar om de avanslezing ook te promoten. Ik wil steeds
wil mijn best doen om meer studenten ook hier naartoe te lokken. Simpelweg omdat er heel veel te leren valt buiten je eigen curriculum. Ja. Dat blijft. Ja, zeker. Als het goed is, ik heb hem er inderdaad nu in zitten in de chat. Dus als je erop klikt, dan moet je, als het goed is, die website krijgen. Even checken. Nico, helemaal goed, Nico. Zelfs van Rob de Vriend al zie ik nu. En Nico heeft hem ook gedaan zelf. Okay. Dat gaat twee keer. Dankjewel, Rob. Maar dan hangen toch even kijken hoor, Rick Ringers. Nou, verder zijn er heel veel mensen die bedanken je ook en zo. En dus die gaan kennelijk vertrekken. Even kijken nog. De verschillende systemen. Dick Bos, ja, die is prominent hier. Dus die mag zijn vraag nog wel even stellen, Nico, denk ik. Hè? De verschillende systemen geven spanning. Verwacht Nico toenemende wanorde? De verschillende systemen, dat moet dan even toegelicht worden wat hij bedoelt. Ik geloof dat ik de vraag niet helemaal begrijp. Kom even in de lucht, Dick, als je wil. Ja, hier ben ik. Ja, je hebt gezegd van als je kijkt naar van hoe de wereld in elkaar steekt, dan zie je dat je hebt verschillende zaken werken op elkaar. De sociale systemen, economische systemen enzovoort. En je ziet dus nu een beetje, want we hebben in deze serie van lezingen hebben we een tijd geleden Ingo Piepers gehad. En die zei van al die systemen, met name die sociale systemen in de systeemtheorie, die geven dus zoveel spanning dat er uiteindelijk een te grote spanning is. Waardoor het onvermijdelijk is, dat zei ik in het begin al in mijn reactie, van als ik jou zo hoor praten, zeg van ja, als we niks goeds gaan, als we niet dit gaan doen, dan gaat het de verkeerde kant op. En dat hoorde ik ook een beetje in de korte samenvatting van Peter, die zei van ja, ik vond het een fantastische lezing, maar ik af en toe werd ik een beetje, waar gaan we naartoe? Dus ja. zie jij een toenemende spanning? Ja, die zie ik zeker. Ik zie het aan alle kanten fout gaan, eerlijk gezegd. Dus daarom hoop ik ook dat die korte termijn en middellange termijn aanpakken, zoals circulaire economie en SDGs enzovoorts, dat die het lang genoeg overeind kunnen houden en misschien al wel een stukje genezen. Zodat we voldoende tijd hebben, desondanks, ondanks al die spanningen, om het ook fundamenteel beter in te richten. En ga maar na, de ongelijkheid in de wereld is groeiend. Als je ziet dat alleen al de winst die de 10 rijkste mensen het afgelopen jaar gemaakt hebben, voldoende geweest zou zijn om alle mensen in de wereld te vaccineren. Maar dat gebeurde uiteraard niet. Dan zie je daar een duidelijk voorbeeld van hoe schrijnend de ongelijkheid is. De mega rijkdom aan de ene kant en de ellendige omstandigheden van zoveel andere mensen. Kijk, ik heb al jaren geleden eens een keer een speelfilm gezien, ik ben de titel vergeten, sorry. Maar waarin op een gegeven moment een paar miljoen mensen uit Afrika zeggen van nou is het genoeg geweest, we gaan massaal in één keer naar Europa toe en dan arriveren ze in duizenden bootjes tegelijk in Zuid-Spanje, waar de NAVO klaar staat om ze weg te schieten. Dat soort spanningen, ja, die zijn aan het toenemen. En wat ik daarnet in de lezing op een gegeven moment zei over wat er kan gaan gebeuren als de temperaturen te hoog oplopen, dat is niet denkbeeldig. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de Noord-Chinese laagvlakte, met onder andere de reusachtige stad Beijing, Peking, daarin. Daar wonen 300 miljoen mensen ongeveer. En de temperatuur daar, die stijgt, onder meer als gevolg van wat heel duurzaam overkomt, maar de irrigatie, waardoor er meer landbouwproductie kan zijn. Die irrigatie veroorzaakt meer verdamping, met als gevolg dat niet alleen de objectieve temperatuur daar oploopt, maar ook de gevoelstemperatuur, want hoe vochtiger de lucht, hoe warmer we dat ervaren. En het is een feit dat als de gevoelstemperatuur ruimschoots boven de 37 graden komt, dan ga je gewoon dood. Ook als je gezond bent. En als dat dus een keer daar gaat gebeuren, en daar is het al eens een paar keer redelijk dichtbij geweest, ja, dan moet je je voorstellen, als je andere mensen gewoon dood ziet vallen in de straat, dan ga je weg. En als 300 miljoen mensen weggaan, deels naar het zuiden en deels naar het westen, want dat zijn de twee kanten die ze op kunnen, dan jagen ze andere volkeren in Mongolië pak een beet en dan in Kazachstan enzovoorts voor zich uit.
En dat betekent dat er op een gegeven moment een horde mensen, dat zijn dan waarschijnlijk niet meer diezelfde mensen of deels niet, maar gewoon ook in West-Europa arriveren. En dan gaan een paar honderd miljoen mensen gaan Nederland van de kaart vegen. En dat is niet denkbeeldig. In Iran, ook niet bepaald een rustige regio, is de gevoelstemperatuur van 37 graden een paar jaar geleden bijna bereikt. En de temperaturen stijgen nog steeds. Dus dit soort dingen, die staan te gebeuren, tenzij we ze kunnen voorkomen. Oké. Peter en Dick en alle anderen, ik snap dat je daar niet vrolijk van wordt en dat je ervan schrikt. Maar misschien is het wel heel belangrijk dat we schrikken. Want er is echte actie nodig. Veel meer dan de SDG's of de klimaatverdragen. Ja. Kun je dit verhaal ook voldoende kwijt bij wat ik dan maar zal noemen onze leiders? Ik ben net begonnen. Ik hoop het. Dus, nou, veel succes. Ik heb de afgelopen 6 jaar besteed om dit allemaal te onderzoeken en op te schrijven. Ik heb keihard gewerkt. Het boek is er nu. Over een paar maanden vermoedelijk komt het boek in het Engels. Het contract is onderweg. Dat vind ik prima nieuws. Dus nu is nog even kijken hoeveel tijd hebben ze nodig om dat tot een boek te maken. Maar het is al volledig vertaald en zo, dus ze kunnen zo aan de slag. Vervolgens is het de vraag, kan ik het kwijt aan de leiders? Dus ik ben ook van plan, ik werk er al aan, om in gesprek te komen. Enerzijds met toonaangevende wetenschappers in Nederland. Tot nu toe alleen Nederland, omdat ik het tot nu toe alleen in het Nederlands heb. Maar dat wil ik natuurlijk uitbreiden. Ik wil ook in gesprek raken met de wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen. Enfin, ik heb je net het lijstje laten zien van wat men kan doen. Het zou ook nog helpen. Dat staat niet in het lijstje, maar het zou ook helpen als je kans ziet vanuit jullie, zeg maar, om Kamerleden te benaderen, om weet ik veel wat, de politiek te benaderen, de landelijke politiek heb ik het dan toch minimaal over. Zo van, jongens, kijk hiernaar, ga er iets mee doen. We willen dat. Als jullie op die manier kunnen helpen, dan vergroot het de kans dat er iets mee gaat gebeuren.